Dat is eigenlijk het eerste moment waarop de identiteit van Den Haag in de literatuur werd omschreven. Ik heb een verhaaltje gemaakt en aan de hand van dat stuk van Louis Peres gaan we kijken wat is nou die Haag geweest. 150 jaar geleden. Zo ik iets ben ik een Hagenaar, zei Louis Peres in zijn stuk Een Hagenaar terug in Den Haag. En hij schreef dat nu bijna een eeuw geleden. In Een Hagenaar terug in Den Haag omschreef Louis Peres Den Haag en haar buurten en wijken. Zijn schrijfstijl was zwaar aangezet, vol lyriek, breedsprakig, met lange zinnen en vol bijzinnen. Een klein stuk. Amsterdam ken ik nauwelijks. Rotterdam ken ik in het geheel niet. Polders, kanalen, dijken en andere zeer Hollandse landschapseigenaardigheden zijn mij, als ik het zo bekennen mag, volstrekt onbekend. Ik wil ze kennen. Het is te dwaas dat iedere Engelsman die ik in het buitenland ontmoet in zijn houseboot gereisd heeft langs de intiemste plekjes van onze provincies. En dat ik hem blozend vertellen moet dat ik niets heb gezien van die waterdoorsneden landouwen. Siena ken ik beter dan Gouda of Doetinchem. Capri ken ik beter dan Marken, waar ik nimmer was. Michelangelo is mij vertrouwder dan Rembrandt. Toen Peres dit schreef, had hij veel door Europa gereisd en jaren in Italië en Nederlands-Indië gewoond. Als de paus katholiek is, waarschijnlijk ook homo. Wat had Louis Peres bijvoorbeeld gevonden van de recente nieuwsberichten over de Schildersbuurt? Had hij bijvoorbeeld geschreven, en zo ik ergens wil wonen, dan woon ik vanaf heden in de buurt van wel edelgesteende schilders en oude meesters. Den Schildersbuurt. Den Sharia-driehoek van Nederland, waar de tere zieltjes van gevoelige muzelmannen alle zijn geloof beschermd worden door een modepolitie die vriendelijk en nog dringend jonge dames aanspreekt op de lengte van den rok. Met halalpatrouilles op iedere hoek van de straat en jodige jihadronselaars in alle portieken, in een buurt luisterend naar de schitterende en tekende naam de punt van het zwaard. Dat is al gelijk fout. Maar goed, Amsterdam, dus moest Den Haag iets anders gaan doen. Nou, dat is de muziek geworden, hebben we geweten. In 57, 58 speelden de Tielman Brothers in Moors Paleis van de Haagse Dierentuin. Dat bestaat inmiddels niet meer. Peres kwam er vroeger ook, ging hij naar de roze flamingo's kijken. Maar die speelde de boel helemaal plat. Die lui die daarheen zijn geweest, die wisten niet wat daar gebeurde. In 57, 58 hadden we namelijk nog nooit lui gezien met elektrische gitaren die redelijk goed konden spelen. Ja? Dat was revolutionair wat de Tielman Brothers deden. Als je naar dit plaatje kijkt, dat is een paar jaar later. Dat is ook in Moors Paleis gemaakt, trouwens dezelfde locatie waar er veel muziek was eigenlijk toen de tijd in Den Haag. Dan zie je dat die gozer, die broer, Andy Tielman staat hier, liedgitarist, die ligt met zijn benen onder zijn rug weggeslagen. Ik weet niet of de fysiotherapeuten in de zaal zijn, maar volgens mij die krijgen nu al jeuk, zeg maar. Dan heb die een bas op zijn buik gelegd en dan laat hij zijn broer erop staan, weet je wel. En die speelt gitaar van achter zijn rug. Ja? Dat is 1960. Nou denken we, ja, maar dat heb ik wel vaker gezien, zo'n plaatje. Maar dat duurt nog heel wat jaartjes voordat Jimi Hendrix, zeg maar, die gitaar in zijn nek legt en met zijn tanden gaat spelen. Kijk, als jij Charles Dickens heet of Emily Bronte, en je hebt een vocabulaire in een werk van jou van 10.000 woorden, dan ben je echt een kanon. Ja? Je ziet nog wat andere dingen. Je ziet bijvoorbeeld ook wel wat in kleinere boeken. Je hebt hier Alice in Wonderland, wat een dun boekje is. Nou ja, dan zie je het aantal woorden van het ding is sowieso kleiner. Je ziet wel dat het percentage unieke woorden, dat het dan ook relatief hoger is. Dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Hoe dik is zo'n boek op een gegeven moment. Nou, je ziet dus ook dat het script frequenties van bepaalde woorden. Je Queen komt heel veel voor. In Alice in Wonderland. Dat gaat dus niet over de rockband in dit geval, om even op de muziek terug te komen, maar over de vrouw in het kaartspel. Nou, Alice is het topwoord hierin. Maar je ziet ook dat soms, ja, good, no, old, allerlei andere woorden soms heel vaak voorkomen in zo'n verhaal. Nou ja, er komen allerlei leuke dingen uit zo'n script. Zo heb je hier dus rechts de Bijbel met de persoon op wiens naam die geschreven in ieder geval die de auteursrechten ervoor geclaimd heeft. De Bijbel is volgens mij al lang public domain, maar goed. Die heeft 16.000 unieke woorden, op een totaal van 800.000. Als we net bezerkt zijn, over de Mauritskade. Herken ja, wat rot in. Het gaat slecht met de Haagse literatuur. Vandaag hebben we de enige echte rockdichter van de Haag gecremeerd. Dat moet ik er even uitzuipen.
en eerste een mineurstemming in de kroeg. Adriaan Bontebal was namelijk naar de eeuwige statiegelden vertrokken, zonder dat hij fluitdood dat op zijn dagelijks op blog had aangekondigd. Smiddag bij zijn crematie in Okkelburg hadden we een vrolijk bier lopen zuipen en God alvast gefeliciteerd met zo'n grote aanwinst voor zijn toch behoorlijk ingekapte hemel. God, we give you our one and only Aad Bontebal. Ja, Karel, dat heb je al 50 keer geroepen. Doet hij zo medicamatisch, gaat lekker naar huis en schuif je luiken dicht. Er is niks meer over van de Nederlandse literatuur. En in Den Haag legt het daar vandaag ook allemaal plat. Hadden we sinds Couperus eindelijk weer eens een schrijver van formaat binnen de stadsgrenzen, gaat hij zich straks laten uitstrooien als het glad is. De laatste woorden smoren in een volgende slok bier, die zorgt voor een exponentiële vergroting van mijn blaas en een acute pisdrang. Ik ga even pissen, mompel ik tegen de barman. En ik verdwijn naar wat de stamgasten plegen aan te duiden als de badkamer, refererend aan een stuk zeep dat sinds 1987 aan de wastafel de mannenwc zit vastgekoekt. De badkamer is niet meer schoongemaakt sinds de dood van een doodstomme Indonesische schoonmaakster die vanwege de door de natuur opgelegde zwijgzaamheid door het cafépubliek ook wel als de stille kracht werd aangeduid. Uiteraard neem ik een biertje mee naar het zeikparadijs, want ik voorzie aanzienlijk veel verlies. Er is niets dat de euforie van op één na goddelijke lozing zo hinderlijk in de weg staat als een droge. Zie ik brandende slooppanden in de Schilderswijk en denk bedrukt aan een uitgeblust gezelschap van impotente brandweerlieden die definitief zijn uitgerukt. Maar, kruist Den Haag mijn gedachten, hoef je geen bijsluiter meer te lezen, want overal waar wij komen roepen ze juichend, ha, genezen, ha, genezen. Als ik denk aan Den Haag, denk ik aan PVV'ers en een muffe spruitjeslucht, kortom aan fascisten wie de kleinburgers bij wie de schaamluis kotsend het kruis ontvlucht. Heb ik Den Haag in gedachten, dan denk ik aan de Haagse Bos, aan groen zonder ziel, gedood zonder voor de herenliefde waar menig homo viel. Denk ik aan Den Haag, dan denk ik aan onze grootste schrijver, ik zeg het maar weer eens, die in kringen van pokeraars vaak werd toegeschreeuwd, hey Louis, Couperus. Als Den Haag in mijn gedachten is, denk ik aan Aad Eigen Duin en niks is te gek, want elke rijke necrofiel heeft daar zijn eigen goed onderhouden afzerkplek. Denk ik aan Den Haag, dan zie ik bestuurders een beleid voor gedoodzones uitstippelen, maar zulke jonge meisjes lopen dat ze de plek hebben leren tippelen. Denk ik aan Den Haag, dan denk ik aan de verzameling parkeergarages die stinken naar de zijk, geheel vormgegeven naar de architectonische inzichten die zo bepalend waren voor het aanzien van het Derde Rijk. Denk ik aan Den Haag, denk ik onverlet aan een strand dat door de Duitsers is bezet. Willen ze naar Den Haag, dan moeten die laatdunkende arrogante Amsterdammers altijd overlijden. Overlijden. En een opgewonden rilling gaat over onze Haagse lijven. Want denk ik aan Den Haag, vind ik dat ze met een grafpoten voor mijn geliefde teringstad af moeten blijven. Allemaal dichters die net als Couperus hebben geschreven over de Haagse identiteit. En ik wil beginnen met Jacob Cats. Hij zat in de politiek en die deed ook nog allerlei andere dingen. Maar soms dan wilde hij de drukte in de politiek ontvluchten. En daarvoor heeft hij ook het Catshuis gebouwd. Dan trok hij zich terug op het landgoed Zorgvliet. Het ontvlieden van de zorgen. En dat gedicht heet Zorgvliet van Jacob Cats. Ik wil hier mijn geest in vrijheid laten zweven. En laat al die het lust bij vorst of prinsen leven. Want die een hoge staat of wichtig ambt bekleedt, is nimmer buiten zorg. En zelden buiten leed. Ik neem deze plaats tot afkeer van de zorgen. Om daar bevrijd te zijn. Om daar te zijn verborgen. Voor streken van het hof. Voor steken van de haat. En wat er in Den Haag niet zelden omgaat. O, waar mij dit vertrek en volle macht gegeven. Om daar met stille geest mijn dagen af te leven. Ja, om nooit met een Haag voortaan te zijn gemoeid. Als met de Haag alleen. Dat hier bij wijde bloeit. Deze is van Aad. Wat geeft het? Wel nee, het is helemaal niet erg dat je gehandicapt bent. We vinden het juist erg goed en belangrijk dat je zo actief bent. Alleen, we zoeken iemand die wat mobieler is. Je haren? Geen probleem. Anno zoveel en 80. Zou het ronduit belachelijk zijn als mensen niet zelf bepalen wat ze met hun uiterlijk doen. Maar ja, we zoeken iemand die ook de externe contacten moet gaan onderhouden. Kraker, steuntrekker, anarchist. Iedereen weet toch zelf wel waar hij zijn prioriteiten legt. Maar mijn moeder snap dat allemaal niet zo best. Wil je al rekening mee houden? Klootzakken, het is een genot om regelrecht te horen. Hey, gore tering hippie, heb je de kapper en je kleermaker uit... Hebben je kapper en je kleermaker elkaar uitgemoord? Ja.
Martijn was, die heeft besloten van, morgen gaan we naar Nico, jij speelt bas, ik pak de gitaar en we gaan gewoon als de kleren muziek maken. Dus op een gegeven moment waren er ook gewoon iets van 2000 bandjes in Den Haag. Ja? In Amsterdam had je geen ene tyfus wat dat betreft. In Den Haag groeide de band van school. Ook leuk om te vermelden is de Hoe. Dat is een klein raar verhaal eigenlijk. De Hoe waren toen de tijd al een zeer obscure band. Rinus Gerritsen, die kreeg zo'n pik van de Hoe, weet je wel, als hij die platen draaide van de Hoe, nou werd hij gewoon geil. 1965, de Hoe trad voor het eerst in het buitenland op. En waar deden ze dat op? Nou, Den Haag dus. In Den Haag, voor 40 man publiek. Ja? Beetje marketingtechnisch ging er waarschijnlijk iets mee. Was nog ruim voor de komst van social media natuurlijk. Maar de Hoe speelde voor het eerst in Den Haag. Ik zweer het je, ongelogen, ook gehoord van Nico Servaas. Rinus Gerritsen van de Eering was daarbij, werd dus knettergeld, zag die gozer op een bas spelen, die wilde die ook hebben, is naar Nico gelopen. Toen zei Nico, dat is een Burns, dat is niet een Fender. Toen wilde Rinus gelijk een Burns gitaar, heeft Nico weer de hele stad voorzien van Burns gitaar. Zo ging dat echt. Dus, maar goed.